Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de honingraad netsteek maken. En het woord zegt het al, het is één toer, het is een hele makkelijke toer. Je kan hier dus met een, hoe dunner het garen, hoe eleganter het patroontje. Dit is op haaknaald nummer 4 gemaakt. Maar als je dik garen gebruikt, dan kan je er ook een heel leuk sprei van maken. En met een dikke naald. Maar dit is gewoon op 4 en dit is heel leuk voor zeg maar zomertruitjes te maken. Om over een t-shirtje heen te dragen. Of ja, wat je eigenlijk maar zelf wil maken. Dan je kan er ook een heel sprei van maken. Je kan er kussens van maken. Ja, mijn etuietje is natuurlijk lastig, want dan valt er wel iets doorheen. Maar wel heel leuk om eerst een boor te maken en dan met deze steek te beginnen. Het zijn stokjes en lossen en meer is het niet. We gaan gewoon beginnen. Je begint met een opzetlusje, zoals je dat altijd doet. Het aantal steken moet deelbaar door 4 zijn en omdat we beginnen in de 8e losse, tellen we er even 8 bij. Dus 48 begin ik even voor een lapje. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tweeëntwintig, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. En dan tellen we er nog even 8 bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan zal ik nu even uitleggen waarom ik 8 erbij tel. Dit is het begin van die rij lossen. Even kijken of ik dit goed zeg. Nee, we beginnen aan deze kant. Dit is het begin. Dit is de rij lossen hieronder. Je gaat om de 4 steken, om de 4 lossen, 1 stokje. 4 lossen, 1 stokje. 4 lossen, 1 stokje. Maar omdat je met het begin zit je met 3 lossen voor het eerste stokje. En dan heb je 2 lossen hier en 2 lossen daar. Dus je zet hem dus 3 plus 2 is 5 plus 2 is 7. Je zet hem eerste stokje in het 8e losse. En zo verspringt het patroon. Gewoon beginnen. Vanaf de naald de 8e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8e, omslaan, insteken, doorhalen, door 2, door 2. En dan heb je je eerste stokje en deze, die telt mee als stokje. 1, 2, 3, 4 lossen en dan sla je er 4 over, 1, 2, 3, 4. De eerste toer moet je nog tellen en daarna hoef je niks meer te tellen. En weer een stokje. 1, 2, 3, 4 lossen. En 4 overslaan. 1, 2, 3, 4. In de vierde. En weer 4 lossen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4 lossen. En 4 overslaan. 1, 2, 3, 4. Lossen. 1, 2, 3, 4. En een stokje. En weer 4 lossen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Omslaan. En een stokje. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Omslaan en insteken. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En weer 4 lossen. Om de volgende toer te beginnen, begin je met 3 lossen en dan keer je het werk. Kijk, dit is je eerste toer en dan hoef je dadelijk ook niks meer te tellen, want je haakt de stokjes nu hier tussen deze openingen. Nou, je hebt 3 lossen gemaakt voor de volgende toer, dan keer je het werk. En omdat dit nu moet verspringen en hier 4 lossen zitten, moet je even 2 lossen erbij haken. En dan ga je 1 stokje gewoon, hoef je niet te zoeken of te tellen of wat dan ook. En dan doe je weer 4 lossen. En dan ben je weer in de volgende opening een stokje. En weer 4 lossen. En in de volgende opening een stokje. 3, 4. Eén, twee, drie, vier. En weer een stokje. Eén. En weer een stokje. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En weer een stokje. En weer 4 lossen. En weer een stokje. En weer 4 lossen. En weer 4 lossen. En weer een stokje. En op het eind hier ook 4 lossen. 1, 2, oh, dit gaat te snel. 1, 2, 3, 4. En op het eind pak je de derde losse. En daar zet je een stokje op. En weer 3 lossen en het weer keren. En omdat je nu in deze een stokje moet doen, moet je er even 2 lossen, want anders gaat je kant steek schuin. 2 lossen, 1 stokje in het eerste. De eerste opening en dan kan je weer verder met 4 en stokjes maken. 4 lossen, een stokje, 4 lossen en een stokje,
4 lossen. En een stokje. En dit is de honingraad netsteek. Ik wens jullie veel succes en ik zou zeggen, abonneer je op YouTube, op mijn kanaal. Iedereen kan haken en dan leer je weer iedere keer nieuwe steken. Dankjewel voor het kijken.